Ik ben Jan de Reus, lijsttrekker voor de VVD. Dat de toekomst ligt bij jongeren. En wil jij mee kunnen praten over je toekomst, over hoe je omgeving eruit ziet, je leefomgeving, dan moet je vooral invloed willen uitoefenen. Dus ga vooral stemmen. Ik sta hier op Lelystad Airport, want de VVD wil dat Lelystad Airport in april 2020 open gaat. Dat is belangrijk voor onze werkgelegenheid. Het vliegveld levert 2500 banen op en de omringende bedrijventerreinen ruim 3000 banen. Het gaat uiteindelijk om werk, het gaat uiteindelijk om inkomen en ontplooiing van mensen. Daar staat de VVD voor, dus wij blijven investeren in onze infrastructuur en bereikbaarheid in Flevoland. Voor u.